bij Ajax gaan we dus Davinson Sanchez zijn debuut zien maken. Zijn eerste wedstrijd hier in Nederland. Veel beweging bij Sivkovic. Nouri. De Jong. En hier de eerste grote kans. Geen buitenspel. Dan moet hij erin. Sivkovic schiet hem naast. Muric. Hier komt misschien de volgende mogelijkheid. Wat een knal zeg. Heerlijk schot van Vaclav Černý. Snel gegooid door Fleuren. Onana in de fout en dan komt het doelpunt hier van Emmen. Ja, de openingstreffer van Rogier Kroonen. Wat een fout van André Onana, de Kameroener. En volledig tegen de verhouding in staat Emmen na 9 minuten op voorsprong. Daar wordt niemand van Ajax vrolijk van. Peter Bos zeker niet. Maar dit doet Onana heel onhandig. Kroonen staat in de dekking. Kan hij toch de bal terugkoppelen omdat hij wat langer is dan Sanchez. Voorzet was goed van Klok. Grote kans voor Emmen om op 2-0 te komen. Nouri. Van der Beek toch de buitenkant gezocht. Muric. En de gelijkmaker. Nu wordt het wel afgemaakt door jonge Ajax. Dat wat Sivkovic niet lukte in de openingsfase, dat wat Černý niet lukte een minuutje daarna, dat lukt Muric wel. Slordig Fleuren. Wordt onder druk gezet, maar is daar niet tegen bestand. En dus de volgende kans. En deze gaat maar net naast. Opnieuw Muric. Danso. Hier meldt Niels Fleuren zich. Gaat de combinatie aan. Kans voor Fleuren. Goeie aanval van Emmen. Fleuren. Dat is een goede voorzet. En de kans voor Kroonen. Dat had de tweede moeten zijn. Voor Rogier Kroonen. Goede redding, Onana. Černý. Klaarleggen voor Nouri. Die kan het ook uit stand. Nouri. Eigenlijk de eerste gevaarlijke schot in de tweede helft van jong Ajax. Het is inmiddels gaan regenen in Amsterdam. Kroonen. Doet het gewoon goed in de spits bij Emmen, Rogier Kroonen. Dit is een tackle die eigenlijk niet door de beugel kan. Scheidsrechter laat doorvoetballen. Maar die ingreep levert wel een blessure op. Slachtoffer Henk Bos. Weliswaar op de bal, maar met twee benen vooruit. Hij is weer op de been, hij loopt weer, Bos. Maar dat had toch ook nog wel slechter af kunnen lopen. Sivkovic. Kan hij dan toch nog wat laten zien? Ricciardo Sivkovic, hij komt in ieder geval tot een schot op doel. En volgens mij is dat pas zijn tweede schot. Het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Laurens Gerrits. Jong Ajax en Emmen beginnen aan het seizoen met een gelijkspel. Zeer teleurstellende tweede helft op Sportpark de Toekomst. Helemaal omdat de eerste helft juist zeer de moeite waard was.